Ik ben Axel en dit is jouw Blogs Update, waarin we natuurlijk weer gaan kijken naar de allerlaatste nieuwtjes en de meest verse ontwikkelingen uit de crypto en de economie met vandaag. Gemini, Coinbase, Crypto.com, het gaat allemaal besproken worden. Ook BitHump, dat is namelijk onderwerp geworden van een spiksplinternieuw onderzoek. En Frankfurt, want die plaats die speelt namelijk een hoofdrol als we in ieder geval gaan kijken naar de Bitcoin Notes. Een belangrijke hoofdrol dus. We starten vandaag bij onze oosterburen in Frankfurt, want wat blijkt nu uit nieuwe cijfers? Dat gebied speelt een hoofdrol, in ieder geval gekeken naar Bitcoin Notes. Want we hebben nieuwe data tot onze beschikking waarin de verdeling eigenlijk van de notes wereldwijd mooi uit de doeken wordt gedaan. En daarin zien we een aantal interessante zaken, zoals nog steeds op de eerste plaats de VS staat. In ieder geval als we gaan kijken naar de hash rate, die wordt geleverd aan het Bitcoin netwerk. Daarin zijn zij in ieder geval nog steeds de nummer 1. Maar de Duitse stad Frankfurt is de stad die staat op de eerste plaats met de meeste Bitcoin notes die op dit moment draaien. Dat is best wel een prestatie. Want op het hele Bitcoin-netwerk bekeken, alle notes die daarop zijn aangesloten, dat zijn er zo'n 43.706 op de kop af. Nou, die zijn verdeeld zo'n beetje over de hele wereld, namelijk over 134 landen. En ook daarin doet de VS het goed. 9.999 van die notes, die draaien daar namelijk zeg maar gewoon 10.000 stuks. Dat is meer dan 30,5% van alle notes. De tweede plek vinden we dan Duitsland terug met zo'n ruim 4.500 stuks. Kleine 14% wat betreft de hoeveelheid notes die Duitsland dus voor rekening neemt. Maar gekeken naar individuele steden, ja, dan staat het Frankfurt dus op de allereerste plaats. Dat komt dan in aantallen uitgedrukt neer op 652 stuks. Dat is zo'n 2% van alle notes die zich dus in die ene stad bevinden. Op de tweede plek, zal ook geen verrassing zijn, moeten we toch weer gaan kijken naar de VS. Dat is namelijk de stad Ashburn, die zo'n 517 notes op dit moment hebben draaien. En er is wel nog een kleine nuance die we hier moeten aanbrengen. Want als je hiernaast maar gaat kijken naar de grafieken, dan zie je ook op nummer 1 iets heel anders staan. Dat is namelijk het aantal notes waarvan de exacte locatie niet is aan te wijzen. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld het gebruik maken van software waarmee dat wordt verhinderd. Er zijn ook een heleboel bitcoiners en partijen in de cryptosectoren die dat natuurlijk liever voor zichzelf houden vanuit waar ze werken. Kan ook te maken hebben met bepaalde lokale verboden en noem het allemaal maar op. Maar dat is dus de grootste club in ieder geval waar we dat niet van weten. Waar we het wel van weten en dan het meest dicht bij huis, dan gaan we namelijk even kijken naar Amsterdam. Dan zien we dat die op de zesde plaats staat, in ieder geval wat betreft Bitcoin steden, met een 365 notes die dus vanuit onze hoofdstad draaien. Brian Armstrong, de CEO van het Amerikaanse Coinbase, heeft weer een belangrijk bericht naar buiten gebracht. Een bericht dat weer volledig in lijn is met een beweging die we al lange tijd zien in de crypto sector. Namelijk de beweging van het ontslaan van medewerkers. Dat is dus al langer aan de hand, ook absoluut niet alleen bij Coinbase. Dat hebben we al bij veel grote cryptopartijen, waaronder ook verschillende exchanges gezien. En eerder hebben we wel ook al vanuit deze partij datzelfde bericht gehoord. Ja, namelijk zo'n 18% van hun totale medewerkersbestand, dat waren destijds zo'n 1100 medewerkers, eerder al moeten ontslaan. Maar nu is er een tweede ontslagronde aangekondigd bij deze exchange. Een extra 950 werknemers die dus op straat komen te staan op korte termijn. Dat hebben ze door middel van deze blogpost in ieder geval laten weten. En in dit geval, aangezien ze eerder al hebben uitgedund, komt dat nu dus weer neer op zo'n 25%. Een kwart zo'n beetje van de totale hoeveelheid medewerkers die ze nog over hebben, die er nu dus ook weer uit gaan vliegen. Het gaat dus heel erg hard. Grote aantallen en grote percentages bij deze partij. Een logische reden daarvoor is ook het besparen van kosten. Dit moet ze namelijk aardig wat gaan opleveren. Coinbase heeft begroot dat dit zo'n 149 tot 163 miljoen dollar moet gaan opleveren in alleen al het aanstaande kwartaal. Of eigenlijk in het huidige kwartaal, het eerste kwartaal van 2023. En daarvoor zorgt dus voor een groot gedeelte in ieder geval het ontslaan van een kwart van de medewerkers. Dat is nog niet alles. Want ze hebben ook nog een aantal andere herstructureringsmaatregelen aangekondigd. Al met al moeten daarmee de kosten zo'n 25% uitgedund gaan worden of verlaagd gaan worden. Nou, dat die kosten verminderd moesten worden, dat was in ieder geval volgens Brian Armstrong onoverkomelijk. Daar was gewoon geen ontkomen aan. Dat moest gaan gebeuren.
En dat moet namelijk gebeuren om ook in de toekomst te kunnen gaan zorgen dat ze in alle mogelijke scenario's een beetje gewoon operationeel kunnen blijven. Dus ook als de markt bijvoorbeeld nog langere tijd slecht blijft of nog slechter zou gaan worden, zijn dit soort stappen noodzakelijk om door te kunnen draaien. Nou, verder zei hij ook nog dat er naast dus het ontslaan van personeel nog een aantal belangrijke projecten op dit moment stopgezet gaan worden. Dat zijn dan in de eerste instantie de projecten, zoals hij het zelf noemt, met een lagere kans van slagen. Waar dus voorlopig in ieder geval even de stekker uit gaat. De kommer en kwel bij Gemini, die is ook nog steeds helemaal aan de hand. Want zij gaan namelijk stoppen op dit moment met hun uitleenprogramma Earn. Dat laten ze weten, onder andere in een e-mail aan alle klanten die daar in ieder geval iets van gaan merken. Ook geen hele gekke stap, want ja, eerder werkte Gemini namelijk samen met Genesis Global Capital voor het realiseren van dit hele verdienprogramma. Ja, daar gaat nu dus een einde aan komen. De reden die daarbij wordt gegeven is ook dat ze in de eerste instantie eens prioriteit gaan geven aan het terugkrijgen van al die honderden miljoenen die nog bij Genesis gestald staan. Het gaat namelijk om $900 miljoen dat Genesis dus nog zou moeten krijgen van die partij. Een grote hoeveelheid klanten van Gemini die daarmee direct of indirect dus hier problemen zou kunnen gaan ondervinden. Namelijk 340.000 klanten die dus iets doen met dat earnprogramma en dat daarom ook last van kunnen gaan krijgen. Gemini die laat nog weten dat het gaat om een master loan agreement, wat eigenlijk strikt op papier, als we juridisch gaan bekijken, is afgesloten. Dat houdt dan ook in dat Gemini als handelsplatform een deal heeft weer met Genesis en dat je daaraan eigenlijk gewoon je crypto hebt uitgeleend. Nou, die 900 miljoen staat daar dus en die kan dan voorlopig ook niet worden uitgehaald. En daarom lijken ze zich nu dus ook buiten het stoppen van het programma langzaamaan al wat te gaan beroepen op de kleine lettertjes. Die problemen bij Genesis, waar dat het dus allemaal naar terug te herleiden is, die hebben alles te maken met het omvallen van Three Arrows Capital, dat vorig jaar al gebeurde. Daarom hebben ze eind vorig jaar al gezegd dat ze in ieder geval de opnames voorlopig gaan stopzetten voor hun klanten. Die kunnen dus niet meer bij het geld en de tegoeden die daar gestald staan. Daarbovenop dat ze ook nog eens 20% van het personeel gingen schrappen. Nou, het moederbedrijf Digital Currency Group, dat dus weer boven Genesis hangt, die hoopt het allemaal nog een beetje op de rit te kunnen gaan krijgen. Er zijn bijvoorbeeld onderhandelingen gaande tussen Gemini en de Digital Currency Group op dit moment over hoe dit allemaal afgehandeld moet gaan worden. Echt lekker gaat het nog niet, want er komen steeds meer ook publieke uitingen van bijvoorbeeld de Winklevoss Twins naar buiten. Die zijn dan niet bepaald positief en ook met name gericht aan de Digital Currency Group. En dan in het specifiek de CEO Barry Silbert is dat. Daarin wordt door Winklevoss al meermaals gesproken over bijvoorbeeld fraude, fraudeleuze handelen en misleiding. Dus het gaat niet bepaald lekker. Mogelijk dat deze hele situatie, niet gek, het gaat ook om veel geld, dus nog veel hoger gaat oplopen. Op dit moment leidt dit dus tot het stopzetten van het earnprogramma van Gemini. Bijzondere zet vanuit Crypto.com, want die hebben namelijk aan hun klanten laten weten, ook weer door middel van een mail, dat zij een van de allergrootste crypto's gaan verwijderen van een platform, in ieder geval in Canada. Het gaat dan namelijk om Tether, USDT. Dat is by far de grootste stablecoin en ook de op twee na grootste crypto überhaupt, dus best wel een bijzondere stap. Het meeste handelsvolume die deze stable voor haar rekening neemt. Nou, en dan gaan ze dus vanaf 31 januari in ieder geval voor hun Canadese gebruikers een einde aan maken. Die moeten tegen die tijd hun USDT hebben omgewisseld voor een andere crypto of een andere valuta. Doe je dat niet zelf, dan gaan zij het vanaf die datum doen. Dan wisselen ze dat om voor USDC, de stablecoin van Circle en Coinbase. En daarmee lijken ze toch een beetje gehoor te gaan geven aan verschillende oproepen die eind vorig jaar al werden gedaan door de overheid. Zeiden namelijk, of waarschuwden al, dat cryptobedrijven die niet zijn geregistreerd of nog bezig zijn met een registratie, ja, dat je daar maar beter van weg kan blijven. Behalve dat wordt er ook al gesproken in het land over verboden, bijvoorbeeld op allerlei handelsproducten, bijvoorbeeld margin trading. Dat heeft ook alles te maken met hoe het is gegaan in de crypto sector het afgelopen jaar. In ieder geval lijkt de overheid daar dus steeds meer beperkend in te willen gaan optreden. En dit is mogelijk een van de eerste reacties vanuit in ieder geval Crypto.com op die ontwikkeling. Maar helemaal duidelijk waarom het precies gebeurt is het nog niet. Er wordt wel volop over gespeculeerd, ook bijvoorbeeld op sociale media.
Nou, crypto.com zou namelijk, zo wordt daar ook gesteld, een goede relatie hebben met USDC, een grote concurrent natuurlijk van USDT. Dus mogelijk is dit ook een beweging om meer gebruikers en meer handelsvolume die kant op te gaan drukken. Eerder hebben we ook dat tegenovergestelde al zien gebeuren bij bijvoorbeeld Binance, die USDC schrapte. En dat werkte weer in het voordeel van USDT en Binance USD natuurlijk. Nou, ook zou het nog iets te maken kunnen hebben met het scheppen van een precedent, in ieder geval door Canada. Ja, waarom dan? Nou, als bedrijven niet geregistreerd zijn, zoals bijvoorbeeld een Binance en een Tether, dat ze dan ook steeds moeilijker zaken kunnen gaan doen in de gebieden waar dat ze dat wel zouden moeten hebben. Dat zien we bijvoorbeeld ook in Nederland al. Van ja, wat nou als je geen registratie hebt bij de Nederlandse bank of iets dergelijks? Zou het zomaar eens kunnen gaan zijn dat het dus in steeds meer gebieden een belangrijke pijler gaat worden voor het überhaupt toestaan van die producten. Nou, hoeverre dat mogelijk is om dat echt goed te gaan handhaven, tot in hoeverre daar dus ook op korte termijn in opgetreden kan worden, dat is nog maar zeer de vraag. Maar dit lijkt dus, of is mogelijk een reactie al vanuit een broker zelf of een exchange zelf om dat te voorkomen. Wat dat betreft speelt er ook het een en ander voor BitHub op dit moment. Want die worden namelijk onderzocht door de toezichthouders in Zuid-Korea. En dat gaat dan om de toezichthouders van de Belastingdienst. Die dus een onderzoek hebben ingesteld naar deze exchange. Timing van het onderzoek is ook opvallend. Want dit komt slechts een week nadat de voormalige voorzitter van BitHub juist werd vrijgesproken in een belangrijke zaak. Maar goed, ze lijken er dus nog niet helemaal gerust op. Want het speciale belastingonderzoek vanuit die Nationale Belastingdienst is dus gewoon volop gaande. Houdt in dat ze gaan starten met een nalevingsonderzoek. Daar gaan ze kijken of dat alles wel in orde is. Of dat er niet alsnog op andere manieren bijvoorbeeld sprake is van vormen van belastingontduiking. En dit onderzoek is in de eerste instantie ingesteld op BitHub Korea, BitHub Holdings en nog verschillende andere takken van dezezelfde partij. Voormalige voorzitter, om daar even naar terug te gaan, nou, die is dus net vrijgesproken. Er speelt daar al langer het een en ander, dat kunnen we daar in ieder geval wel duidelijk aan zien. Het gaat om Lee Jung-hoon, die eerder dus werd beschuldigd van $70 miljoen aan fraude te hebben gepleegd. Nou, de autoriteiten die hebben mogelijk het idee van waar rook is vuur ook. Als je daarvan vrijgesproken, gaan ze toch alles helemaal uitzoeken. Lijkt op dit moment in ieder geval de strategie te gaan worden. Daarnaast is er nog een hele belangrijke omstandigheid die speelt. Namelijk Park Mo, een van de grootste aandeelhouders en oud-leidinggevende bij BitHump die eerder kwam te overlijden. Vorige week, en dat was dus slechts één week voor deze belangrijke uitspraak, toen werd hij dood teruggevonden. Nou, en de persoon zelf werd toen al door de autoriteiten onderzocht voor verduistering, manipulatie en nog een aantal zaken. Dus daar spelen nog wel misschien veel duisterder dingen. Dat is overigens ook niet de eerste, hopelijk wel de laatste in een reeks van bekende en puissant rijke crypto personen. Er was namelijk ook een crypto miljardair en in een maand tijd zijn er daar al meerdere van komen te overlijden. Dat was bijvoorbeeld Nikolai Mushigin, medeoprichter van MakerDAO was dat, en Amber Group, maar ook Tiantin Kulander, die daar weer de medeoprichter van was. Spelen dus wat vreemde zaken. En in Zuid-Korea gaan ze het in ieder geval tot in de bodem uitzoeken. Al deze ontwikkelingen hebben de Bitcoin-koersen er in ieder geval de afgelopen dagen niet van weerhouden om lekker door te groeien. Mogen we die lijn gaan voortzetten? Nou, dat lijkt er vandaag even wat minder op. Ik ga het je allemaal laten zien hier in de grafiek op tradingview.com. Beginnen eventjes snel met de weekcandles. Alles uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Data afkomstig van Bitstamp. Jazeker, die week is nog steeds groen. Dat klopt, een plus van 1,39%. We handelen nog steeds redelijk comfortabel. Ook zelfs boven die $17.000. Om en nabij de $17.360 op dit moment. Maar je ziet het hier al een klein beetje. Een ooikje aan de bovenkant zijn wat teruggezakt. En daar lijkt met name vandaag de oorzaak van te zijn. Dus kentering in die hele beweging mogelijk. Maar toch ziet het er op het plaatje van deze week nog steeds prima uit. Zo gaan we kijken naar de dagcandles. Dan ga je wel een beetje zien wat ik bedoel. Als we naar deze afgelopen periode gaan kijken, dan zien we dat we hier eerder, nou met name hier, een goede poging hebben gedaan om terug te komen op die $18.000. Nadat we hieronder deze twee belangrijke supporten nog een aantal keren hebben moeten testen, hebben we het voor elkaar gekregen om sinds begin dit jaar eigenlijk non-stop een mooie beweging omhoog in te zetten. En gisteren was daar een beetje de kers op de taart van met een plus van 1,55% op slechts één dag. Daarmee raakten wij een lokaal hoogtepunt aan van $17.490.
Vandaag wisten we dat nog heel kort naar de $17,504 op te rekken. Dus net boven die 17,5. Maar precies in dit prijsniveau lopen we dus ook weer tegen een belangrijke resistance aan. Die 17,5 kunnen we nog niet gaan houden, want vandaag knallen we daar dus tegenaan. Ja, net $4 doorheen, want mag geen naam hebben. Dat betekent ook weer terugzakken. Dagniveau betekent dat nu een minnetje van 0,47%. En handelen we nu dus op die 17,63 ongeveer. Dus we blijven nog op zich aardig hangen op dit niveau. Dat komt ook weer overeen met een resistance niveau dat we hier eerder hebben gezien. Nadat we die 17k al een wat langere tijd als support te pakken hadden. Het zou mooi zijn als we hier in ieder geval kunnen blijven hangen. En vanuit daar opnieuw een poging kunnen gaan doen. Die 17,5 en uiteindelijk door naar die $18,000. Zou natuurlijk ook heel erg mooi passen in dat plaatje dat sinds dit jaar al gaande is van een mooie, redelijk geleidelijke beweging zelfs ook omhoog. Een van de eerste grote stappen die we daarin wisten te bereiken was het dus het doorbreken van die $17,000 dat we 3 dagen geleden voor het eerst weer wisten te doen. En sindsdien weten we daar deze keer wel mooi boven te blijven en dat is al een aantal dagen op rij. Kracht is er voor nu even uit, maar toch die weg of de gang op weg naar die $18,000 die zijn we nog zeer zeker niet kwijt. Nieuwe test op die 17k, misschien in het meest negatieve geval of eigenlijk het meest positieve geval als we die gewoon ook vast kunnen gaan houden, is die helemaal in kan en kruiken wellicht, net zoals we er hier een hele lange tijd over hebben moeten doen, is dat hier redelijk snel aan het gaan, lijkt het in ieder geval op dit moment. Als we die niet meer zouden gaan houden, ja, dan is al die groei die we hier toch wel met wat pijn en moeite voor elkaar hebben weten te krijgen misschien ook wel heel snel weer ingeleverd. Als we dan weer teruggaan naar dit soort niveaus boven die 16,5. Maar nog steeds is het niveau prettiger en verder verwijderd van die onderste support, waaronder die $12,000 risicozone wellicht, dan hiervoor. En dat blijft nog steeds een positieve ontwikkeling. Tot zover de update voor vandaag. Morgen weer bij je terug. Wederom gaan we dan kijken naar de laatste nieuwtjes die zich de komende uren wellicht voor gaan doen in de crypto en de economie. Hoop je dan ook weer terug te zien hier op het YouTube-kanaal van Blocks. Ga eerst genieten van deze avond. Subscriben, liken, duimpjes omhoog, comments. Laat het allemaal maar regenen bij ons. Daar worden we hartstikke blij van. Dan spreek ik je heel graag morgen weer. Tot dan. Doeg!